Welkom bij Experience TV. Vanavond gaan we hard. We gaan freerunnen met Tim Tigran. We racen met Meinert van Buren. En we freestylen met Rick Gendrush. ATG en Remco laten ons zweten met squats. Levi komt verrassend uit de hoek. En Manatee sluit de show natuurlijk spetterend af. En Abigail, jij bent er ook weer. Yeah. Like always heb ik gewoon weer mijn... heb ik hem weer bij me. Jullie kunnen al je vragen erop sturen op xptv.nl. Stuur ze lekker in en dan vraag ik ze aan een van onze tafelgasten of aan een van onze andere gasten. En wie weet zit die van jou... Ja, misschien wel. En wie weet zit die van jou er wel tussen. Oké. Okay. Freerunner Tim Tigran deinst nergens voor terug. Elektriciteit, masten, gebouwen of muren, niets is veilig voor deze hellevoeten. Hij klimt zelfs in tientallen meter hoge telefoonmasten om de wereld eens vanaf een andere kant te laten zien. En daar hebben we een filmpje van. Once you realize you can do anything, you're free. You could fly. How you measuring talent or who's better than shit? I made it here with a team on my back, no letterman. Tour like I'm a veteran, Cali to the Netherlands. Overigens een kleine compilatie van wat je doet, toch? Ja, je doet veel meer. Ja. Hey, wat waanzinnig, man. Hoe bedenk je in één keer... ik ga salto's van het ene gebouw naar het andere gebouw maken? Ja, nee, het is een beetje begonnen vanaf kleins af aan natuurlijk. Ik zat altijd op turnen en ik dacht van, nou ja, dat vind ik leuk om ook lekker buiten te oefenen, noem maar op. En na een tijdje is het een beetje zo gekomen dat ik alles een beetje buiten ging oefenen. En na een tijdje kwam je video's tegen van vrienden op YouTube. En daar kwam ook heel veel inspiratie bij mij vandaan om vanuit daar lekker te beginnen. Maar je bent eigenlijk begonnen met turnen en vanaf daar, want heb je dan veel dingen die je vanuit de turnen leert, die je dan toepast als je van het gebouw afspringt? Ja, ik had wel heel veel basisonderdelen al van turnen af, had ik al. En heel veel techniek wat je van turnen meekrijgt in je vrienden kan je heel goed gebruiken. Dus je hebt toch een beetje een ander idee over de trucs die je doet. Ja. Hey, en is het voor jou een sport wat je hier, doet of hoe zie jij dat? Natuurlijk zie ik het als een sport, maar het is wel iets waar ik echt 24/7 wel mee bezig ben. Ik ben altijd wel op zoek naar nieuwe dingen en ik probeer altijd zoveel mogelijk nieuwe... ideeën te krijgen om ook weer een leuk filmpje in elkaar te zetten. Soort lifestyle bijna meer. Hè? Ja, bijna wel. Dus als je met je vriendin naar de stad loopt, dan loopt Tim overal. Is er een dak waar ik vanaf kan springen of op kan klimmen? Of, het is vaak wel als ik door de stad loop of zo, dat ik overal naartoe kijk. En dan denk ik van, ja, dat is wel echt heel tof om daar even een keer iets op te doen. Om daar een video te schieten of... een fotootje of noem maar op. En je hebt over video schieten, een beetje lastig zelf video schieten op het moment dat je salto maakt. Doe je dat in een groep dan of doe je dit alleen? Het is wel zo leuk om dat met meerdere te doen natuurlijk. Meestal heb ik van tevoren al een idee of ik heb iets al geoefend en dan ga ik daar met een paar vrienden ga ik erheen en dan zeg ik van ja, zo en zo wil ik het gefilmd hebben. En dan maak ik die sprongen, zijn hun altijd dan wel bij. Dus een vriend van mij die filmt dat meestal, of een vriendin. En dan zo zeg ik het een beetje Hey, elkaar altijd. Even voor mij, want ik zie jou dingen doen waarvan ik denk van ja, dat ga ik echt nooit van mijn leven doen. dan loop ik met 7 kleuren in mijn broek loop ik weg. Ja. Maar hoe doe jij dat? Bijvoorbeeld je hebt een sprong en je denkt van nou, die zou ik echt wel heel graag willen doen. En dan kom je er en dan heb je het zo in je hoofd van ja, dat moet makkelijk gaan. En dan sta je er en dan vind je het toch wel heel eng. Dat bedoel je toch een beetje? Ja, maar is het engste wat je ooit hebt gedaan? Een hele enge was, je zag net in een filmpje al dat je had van gebouw naar gebouw, een salto heb je dan bijvoorbeeld. En dat is gewoon zo die techniek onder controle krijgen en jezelf een beetje pushen en zorgen dat jij genoeg zelfvertrouwen hebt en dat je zeker weet dat je het haalt. Gewoon 100% zeker dat je weet dat je er overheen komt. En hoe voorkom je dan dat je niet een dom risico neemt? Dat iedereen zegt van ja, oké, als je dat probeert, dan logisch dat het misgaat. Ja, meestal heb ik daarvoor wel in een gymzaal of noem maar op ergens met dezelfde lengte gesprongen. Ja. En dan, dan weet ik wel van ik haal dat. Ik kan het. Ja, precies. Ja. Als ik iets niet zeker weet, dan doe ik het niet. Nee. Ja. Als er zoveel risico aan zit, dan niet. Klopt. We hebben wat materiaal van, dus laten we er even naar kijken. Oké, Tim, jij bent freerunner. Kan je wat laten zien? Ja, tuurlijk. Een salto of iets, of sprong. Ja. Nou, oké, Tim, dat is een gewone salto. Kan je dat tegen de muur of zo? Ja, natuurlijk.
Tim, maar leuk wat je allemaal doet. Maar kan je ook even een dak afspringen? Zie je op internet vaak? Ja, tuurlijk. Prima. Ja, dat zou zien. Oké, terug naar de studio. Ja, wauw, waanzinnig. Ja, heel knap. Nou ja, Tim die zegt natuurlijk heel stoer, ja, ik kan op elke plek kan ik dat wel, dat freerunnen. Maar nou ja, laat me zien, zou ik zeggen. Ja, is goed. Is goed. Ah, ja, dit is wel, overigens heeft hij wel even gekeken hoor, dus niet dat hij nu dit gaat doen, maar... Yes. Ik zie het me schrikken. Yeah. Ik gebruik het meestal gewoon eventjes om overheen te lopen, maar jij ziet dus Ik zie alles een beetje als obstakels, ja. Ja. Hey, wat enorm belangrijk is bij freerunnen is dat je hoog kan springen, hè? Ja, dat is een heel belangrijk punt, ja. Oké, nou, ik denk dat het even goed is dat wij dat dan even oefenen met elkaar. Dus ga allemaal even staan. Ja? Yeah. Hij ook? Ja, wij gaan ook. Ah, oké. Okay. En leg ons de basics even uit van dat... Ja, nou, als je springt wil je natuurlijk zo hoog mogelijk komen om die rotatie af te kunnen maken. Ja. Ja. Dus wat je doet, je gaat gewoon lekker door je enkels. Okay. Dan neem je al die kracht vanuit je benen mee en dan gooi je armen die gooi je omhoog. Dus kijk of ik niks in mijn zakken heb. Ja? Oké, okay. Nou, dan gaan wij. 3, 2, 1. Oké, nou ja, het is eigenlijk een beetje sneaky dat ik dit vraag aan jullie, want ik heb ondertussen even gekeken. Kan jij even hier komen? En ik wil jou even daarbij hebben ook. En ja, het is op basis van kwaliteit, want jullie kwamen namelijk enorm hoog. Ja, dus ik wil even een soort contest houden. Tim is de jury. Zijn er nog laatste tips waarvan je zegt van die moeten... Ja, ik heb nog een laatste tip. Als je nou even op dat hoogste punt, als je daar bent, dan heel even snel je knieën intrekken, dan kom je nog net even wat hoger. Dus als je op je hoogste punt bent... Trek je knieën in en dan kan je op het hoogste punt komen. Ja? Dan gaan we. Even goed zicht hebben natuurlijk. We moeten echt weten wie de hoogste is. Ja? Dan gaan we. 3, 2, 1. Yes. Ja, heb jij een idee? Ja? Dan mag jij de winnaar uitroepen, dan pak ik de prijs. Ik denk dat dit hem is. Ja, applaus jongen. Ja. Hey jongens. Hoi. Ja, wel een prijs. Je hebt nog een prijs. Ja. Goed gedaan man. Oké. Dankjewel, Tim. Ja, graag gedaan. Ik ga dit heel veel gebruiken nog, ongetwijfeld. Yes. Als ik salto maak van de eerste verdieping naar de tuin. Ja. Ja. Als het te laat ben, inderdaad. Geen tijd om de trap te nemen. hij is er. Meinert van Buren. Die begon met racen op zijn vierde. Is sindsdien niet meer achter het stuur vandaan te slaan. Inmiddels geldt hij als een van de meest veelbelovende nationale talenten in de autosport. En tussen de races... van op het circuit van Aragon en Monaco door, is hij vanavond bij ons te gast. Laten we even kijken waar hij uithangt, want hij zit niet hier aan tafel. Ik heb een beetje het idee dat ik op de parkeerplaats moet zijn. Even kijken. Daar gaan we. Ik ga niet weg, maar ik kom terug. Spannend. Rechtsaf hier? Ja, daar gaan we. Oh, Meindert. Wat een schitterende bolide heb jij. Ja, vind je het ook geen mooi kleurtje? Ja, ik vind het echt geweldig, hè? Ja. Deze misstaat niet op de boulevard van Scheveningen, zou ik zeggen. Nou. Hey, Meindert. Wat vind je van de bolide? Een kleurtje. Ja. Lijkt dit een beetje op waar jij in race, of moeten we echt aan heel iets anders denken? Heel iets anders. Ja? Echt heel iets anders. Kan je het een beetje omschrijven? Ja, zeker. Het is een auto die heeft 550 pk, maar het is vooral een formuleauto. Dus dat betekent hij heeft een voorvleugel en een achtervleugel. Oh, ja. En ik kan er ook maar met één persoon kan je erin zitten. Ja. Dus het is echt heel krap allemaal en heel veel vermogen en ook een hele lichte auto, heel plat. Puur hard gaan. Ja, puur hard gaan. En dat hij op de weg blijft. Ja. Enige overeenkomst is misschien dat hij ook geen dak heeft. Nou, misschien hetzelfde. Ja, geen dak en een stuur heeft hij. Ja. En een gaspedaal, dat ook. Hey, heel hartstikke goed, man. Hey, kan je vertellen van hoe je met racen bent begonnen? Want ja, ik mocht niet rijden van mijn 18e, maar volgens mij, jij bent al even bezig. Ja, dat klopt. Ik was al sinds mijn 4e zit ik al mijn katje. En dat is eigenlijk begonnen omdat mijn vader ook autocoureur was. Oh, dus ja, die raced op nationaal niveau in Nederland. En op een gegeven moment op Europees niveau ook.
En ja, ik ging eigenlijk altijd mee en ja, dan vind je het leuk. En op een gegeven moment kreeg ik een katje toen ik 4 was. Ja, toen ben ik gaan rijden. Ja, dat was echt, in het begin vind je het eng en toen ben ik weer een jaartje gestopt. En eigenlijk sinds mijn 12e, 13e ben ik eigenlijk professioneel gaan karten. En eerst op Nederlands kampioenschap en daarna echt Europees niveau. Ja. Want je zegt met professioneel gaan karten, betekent dat dan dat je daar dat je er heel veel mee bezig bent? Bijvoorbeeld kan je met school, hoe zit dat dan? Als jij, Ja, op een gegeven moment had ik daar natuurlijk wel heel veel last van. Ja. Ik zat op een school, wel een privéschool, dat ik dat makkelijk kon combineren met mijn sport. Alleen wel, ik was op een gegeven moment in mijn eindexamenjaar, ben ik 20 weken niet op school geweest. Dus dat heb je eindexamen wel gehaald? Ja, wel gehaald. Oh, oké. Okay. Ja, een soort van, maar het was uiteindelijk ook wel gehaald. Ja, 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 waanzinnig man. Hey, kan jij vertellen van hoe ziet zo'n race of zo'n weekend, want het is vaak een weekend toch echt? Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, we beginnen al eigenlijk ruim anderhalve week, twee weken van tevoren. Simulator rijden, daar beginnen we eerst mee. Ik vlieg eerst naar Praag, daar zit mijn team gevestigd. Daar zit ik in de simulator eerst een paar uur, twee, drie dagen. Dan praten we met het hele team alles door. Zo'n simulator, wat moet ik dan aan denken? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is eigenlijk een vergrote PlayStation. Je moet het zien als een piloot vliegt ook altijd in een simulator voordat hij gaat vliegen. Ja. Het is echt een hele professionele, het stuur voelt als mijn eigen stuur. Nou, en dan na de simulator gaan we dan gaan we naar het circuit, maar meestal op woensdag of donderdag. En dan zijn de eerste vrije trainingen pas. En dan op zaterdagochtend een kwalificatie, zaterdagmiddag een race. En dan zondagochtend weer een kwalificatie en nog een race. Dus je doet twee kwalificaties in een race. En voor de race krijg je weer punten. Dus je bent eigenlijk gewoon tijdens een weekend gewoon volle bak gewoon aan de race. En wat doe je tussendoor? Daartussendoor, er zitten allemaal hele ingewikkelde computers in zo'n auto. En we hebben allemaal weer engineers daarvoor. En die lezen dat uit en die kunnen dan allemaal grafiekjes over elkaar heen leggen. Ja. En dan zit ik samen met mijn engineer achter de computer. En dan kan ik dus precies zien waar ik moet laten remmen. Waar kan ik mijn... Dus het is niet alleen voor hem voor die auto, maar ook voor jou. Van hoe moet ik erin rijden? Ja, want wij vergelijken dan met mijn teamgenoot. Dan zie je gewoon, oké, mijn teamgenoot remt 5 meter later bijvoorbeeld. En dat is beter. En dan moet ik daar weer op proberen dat op de baan goed te maken, zeg maar. En zo kan ik continu zien waar ik tekort kom, maar ook waar ik het weer heel goed doe. Dus waar ik niet risico's hoef te nemen tijdens het rijden. Hey, we hebben nog wat leuks voor jou in de studio. Oh, gaaf. Maar, klinkt leuk. Ja, ik ga als een echte heer ga ik even de deur voor je open doen. Dankjewel. Je bent wel geen dame, maar dat komt helemaal goed. Top. Hey, ik ben nog heel veel benieuwd. Ja, laten we deze paarse beauty even zo voor wat hij is. Ja, en, maar welke eigenschappen moet een coureur eigenlijk beschikken? Wat is belangrijk? Het belangrijkste is bijvoorbeeld echt niet bang zijn. Ja. Op het moment dat je bang bent, dan zeg ik altijd, kan je beter gelijk stoppen. Ja. En heeft dat met snelheid te maken vooral dan? Of, nee, maar vooral met risico's nemen en dat soort dingen. Ja, dus niet bang zijn, oké. Okay. Nee. Nog meer? Nee, eigenlijk niet. That's it. En ik zou namelijk denken, van hoe hard gaat zo'n auto waar jij in rijdt? Ja, ongeveer zo'n 300 km per uur. Dus een beetje snel kunnen beslissen, dat is ook wel handig. Je moet misschien snel kunnen leren en aanpassen ook. Als zo'n engineer tegen jou zegt, nou, rem even 5 meter later. Ja, dat is dus ook het dingetje waar je vooral niet bang hoeft te zijn. Want als je dan in zo'n auto zit, dan moet je gewoon zo snel mogelijk dat toepassen. Ja, en dan zeg je engineer, rem even 5 meter later. Maar dan kom je eraan met 260 bijvoorbeeld. En dan moet je wel even 5 meter later remmen voor een bocht. En voor mij is dat echt ondenkbaar dat ik met 300 over een circuit heen ga. Ik denk in de eerste bocht ik pieper rechtdoor ga. Kan me voorstellen. Maar we hebben hier een stukje van, het is al even geleden, maar een stukje dat bij jou aan boord gefilmd wordt terwijl je een circuit rijdt in... Oostenrijk. In Oostenrijk. Ja. Nou wil ik jou vragen of je tijdens het filmpje eigenlijk wil beschrijven welke handelingen doet, wat er door je heen gaat, welke gedachten je hebt van hier moet ik op letten. Ja? Goed. Oké. Okay. Ja, hier heb je dan een bocht, zeg maar. Die is meestal onze vierde versnelling. Dan ga je omhoog naar beneden. Het is vaak vrij de snelheid erin houden in zo'n bocht. Je gaat hier onderweg naar eigenlijk het laatste stukje van het circuit. Ga je omhoog, dan zie je vrij weinig omdat je laag zit. Dan ga je aanremmen, terug naar z'n 3, je zit in z'n 6. Z'n 3 versnelling terug, vrij de snelle bocht.
En dan ben je op een gegeven moment weer rond. Hey, nou, ja. Ja, ik ben natuurlijk ook een oude zak, inderdaad, ja. Hey, we gaan zo meteen nog verder praten, ook met Tim, ook met Meindert. Ik wil even een applausje hebben voor Meindert. Graag. Dan heb ik de tijd om naar het podium toe te lopen. Om Remco en ADG heel even kort iets te vragen over... wat hebben jullie gemaakt met elkaar? Ja, wij hebben een heel erg leuk liedje gemaakt. Vorig jaar was ik met LA The Voices een concert aan het repeteren. En hij was daar ook, ATG, om daar ook een optreden te doen. En toen zei hij, zullen we samen een liedje maken? Okay. En dat is Squats geworden. Squats. En waar gaat Squats over? Nou, ik denk dat de meesten wel weten wat Squats is. Squats is een sportbeweging. Is heel gezond voor je. Train je onderrug, je benen, je billen. En voor jou ook mij net. De zomer komt eraan, dus ja. Maar dat is ook voor mannen, hoor. Cristiano Ronaldo doet er ongeveer 3000 op een dag. Dus de voetballers doen het ook. Ik ben blij dat Cristiano Ronaldo is. Nee, het is heel goed voor je. Het is gezond en ik vind dat we daar meer aandacht moeten aan geven. Aan je gezondheid. Dus lekker sporten, lekker squatten. Oké. Hey, jongens, geef ze een geweldig groot applaus. Remco Harms en ATG. Is het al even gestaan? Oh, weer staan. Yeah, come on. Yes, is het aan? Yes. Gaan we staan met z'n allen. We gaan squatten. Heel even. Goed voor je been. Come on, let's go. Head squat. Come on. Achterin. Squat. Head squat. Head squat. Yes. Oké. De achterin. Je kent het allemaal. Kijk, hier voorin doen ze dat goed. Yes. En we gaan low, low, low. Zij doet de squat met een rokje omhoog. Haar cupcakes zijn dansen groot. Oh mijn god, als jij langs loopt. Squat met je booty, squat zo naughty. Willen die je hebt, willen zij maar dat kan niet. Oh my honey, zij zijn funny. Populair op Instagram. Hey. Ik zeg je nou, we gaan lopen, even losschudden. En squat, oké, we gaan squatten, let's go. En squat, en squat, en squat, en squat. Train die benen. Come on. Head squat, achterin. Ouders, squatten. Head squat, head squat. Oké. Come on. Kijk, goed bezig. Head squat. Yeah, yeah. Come on. Come on. Yes. Applaus voor jullie zelf. Dankjewel. Nou, niet gekart, maar morgen toch spierpijn. Oké. Rick Jenders die stond al op de surfplank toen hij 11 was. Klopt dat? Ja. Maar reist nu de hele wereld over om de beste wind te vinden waar hij zijn geniale tricks kan laten zien met zijn freestyle surfen. Ook van jou hebben we natuurlijk een hele mooie klein kort compilatie van een paar dingetjes die je hebt gedaan. Laten we naar kijken. Oi, oi, oi. Geniaal, echt. Dankjewel. Hey, ja, Rick, welkom. Wat is freestyle surfen? Ik ken windsurfen, zeg maar, vroeger op zo'n
kastdeur deden en dan... Plankzeilen. Ja, inderdaad. Ja, het normale windsurfen is wel redelijk bekend natuurlijk. Gewoon het lekker heen en weer varen, wat de meeste mensen ook doen. Maar het freestyle windsurfen is eigenlijk het freerunnen onder het windsurfen. Elk golfje, vlak water, hoge golf, maakt niet uit. Jouw trucje proberen doen, je salto, je flatspin, dat kan van alles zijn. Het is turnen op het water eigenlijk, snowboard freestyle, daar kan je het een beetje mee vergelijken. Beetje... windsurf. Ja, heel erg freestylen, doen wat je wil, jezelf uitleven. Als jij een dubbel salto wil doen, doe je een dubbel salto. Wil je salto doen, dan doe je dat. Ja. Gewoon lekker jezelf zijn. Doe ik zelf een beetje kitesurfen. Vanochtend lag ik ook in het water, een beetje te rommelen. Gezellig. Zeker als ik zie wat jij doet. Maar ja, hoe leer je dit aan? Nou ja, je begint natuurlijk gewoon net als met elke sport bij de basics. Dat ik ook doen met de basics. Ik lag ook de eerste paar jaar gewoon lekker te kloten in het water. Je begint met gewoon windsurfen. Nou, op den duur dan kan je gewoon goed heen en weer varen. Toen zag ik op den duur andere jongens. Die zag ik springen en die zag ik trucs doen. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Weet je, dat is gaaf. Die gasten doen een salto. Hoe kan dat? Dat wil ik ook gewoon doen. En je gaat maar oefenen. Je gaat op internet, ga je filmpjes opzoeken. Van wat doen die gasten nou? Je gaat naampjes erbij zoeken hoe het heet. En dan ga je het ook oefenen. Je gaat het maar gewoon proberen. Je gaat heel vaak op je plaats, zeg maar. Ja, want op een gegeven moment denk je dan... Oké, ik ga nu met mezelf vooruit en ik ga die kant uit. Maar ik wil dus even een... Ik wil een 360 springen. Ja. Nou ja, dat ga je... Je gaat het filmpje kijken en dan ga je kijken hoe het moet. Nou ja, dan ga je het 100 keer oefenen. Dan lukt het natuurlijk nog niet. Dan ga je het aan andere gasten vragen. Van hoe doe jij dat nou? Weet je, je probeert die jongens die dat wel kunnen. Dan denk je van, hoe durf ik het wel te vragen? Maar je vraagt stiekem van, hoe doe je dat nou? Zo leer je het vanzelf. En gewoon blijven oefenen. Ja. Zo vaak mogelijk op je plaat gaan totdat het wel een keer lukt. Ja, gewoon doorzetten. Ja, gaan, zeker. Ja, trainen en jij ook van je uren in de simulator maken. En, ja, gewoon een uur op het water maken, uren op de weg maken. Gewoon trainen. Hey, wat je doet, is het gevaarlijk? Hij landt op een straat en hij kan tegen de muur aanrijden. Ik val lekker in het water. Dus in die zin valt het mee. Ja. Nee, maar hij gaat niet over de kop. Nee, toch? Ja, dat is niet de bedoeling. Dat is niet te willen zo houden, ja. Nee, maar natuurlijk is het altijd een beetje gevaarlijk. Je kan jezelf wel blesseren doordat je in je voetbanden blijft hangen. Of je kan je enkels verzikken. Voor je knieën is het niet altijd even goed. Of je moet pech hebben en je komt een haai tegen of zo. Maar het water is gelukkig meestal zacht. Natuurlijk, kunnen hoge golven zijn. Maar, Want heb je wel eens blessures? Zelf heb ik wel van mijn knieën en van mijn enkels een beetje last. Omdat je, net als bij het freerunnen, je landt natuurlijk heel vaak hard en plat op het water. En je bord heeft ook een drijfvermogen, dus het veert ook niet. En dat is gewoon in het algemeen voor je knieën niet goed. Nee. En dat merk je wel, dus daar zal je wel op moeten letten. En wat Meijndert zegt, ik moet mijn nek trainen. Zo moet ik mijn knieën bijvoorbeeld trainen, zodat ze sterk blijven. En dat ik die klappen opvang, dus ik moet de hele dag squat doen. Ja. 3000, hè? Ja, nou ja, dat is een beetje veel. Maar, zo moet je gewoon fit blijven en sterk zijn, zodat je geen blessures oploopt en het hele seizoen mee kan. Ja. Hey, en hoe bereid jij je dan daarop voor, op zo'n wedstrijd? Heb je zo'n soort ritueel wat je standaard dan doorloopt? Ja, stiekem wel een beetje, maar dat ga ik niet vertellen. Nee, ja, natuurlijk, iedereen heeft zo zijn dingetje. De een doet zijn geluksonderbroek aan, de andere. Ja, ik ga altijd van tevoren, ik doe even een rondje op het water. Ik test even de condities. Ik kijk welke cel lekker aanvoelt. En ik bedenk me van tevoren welke trucjes ik ga doen, waar ik mee ga beginnen. En je bereidt je gewoon, net als Meijndert zich voorbereidt op een race, bereid ik me voor op mijn heat, heet dat. En ik denk, nou, dat trucje wil ik doen, dat trucje wil ik daarna doen. En maar wat, dat heb je al van tevoren, want jij hebt natuurlijk heel erg te maken met omstandigheden die ook veranderen, met wind. Ja, die, daarom kijk je van tevoren even welke omstandigheden. Je gaat even een half uurtje het water op, je test even en denk van, nou, in deze condities kan ik die en die trucs, nou, dat zullen voor mij de beste zijn en die ga ik in deze volgorde doen. Ja. En dat heb je, als het goed is, heel de winter of buiten het seizoen getraind. En dan gewoon hopen dat je die beter doet. Dan moet je... Soms moet je zeggen, van, zie je in een wedstrijd, shit, die gast die vaart echt heel goed. Dan ik moet je even next level gaan. Dus dan denk je van, ja, ik moet iets meer risico nemen. En ja, weet je, land je dan die truc, dan win je waarschijnlijk. En niet, dan heb je verloren. Maar, maar dat had je misschien had je dan waarschijnlijk toch. Ja, maar ben je dan wel bewust van wat de ander doet? Daar ben je wel mee bezig. Het is wel lastig om op te letten, omdat je natuurlijk zo gefocust bent op jezelf. En daarmee bezig, maar
als je even tijd hebt, kijk je altijd wel even met de één oog naar de ander natuurlijk. En als je in één keer ziet, wow, dat was echt een hele goede truc, dan... Maar zelf ben ik altijd voorstander van om juist voor de ander te varen, zodat hij denkt, shit, want dan misschien raakt hij in paniek of dat hij in één keer de weg kwijt is en denkt, shit, wat doet die gast allemaal? Ik vind het niet fijn om achter iemand anders, want dan word ik gek omdat ik zie wat hij allemaal doet. Je wil in je eigen... Ik wil lekker mijn eigen ding doen. En wat mij ook zegt, als je vooraan rijdt, heb je vrije baan. Maar als je bij ons vooraan vaart, heb je ook geen verwerveld water of ook foute wind, zoals het heet. Gewoon. Ja, Abigail, jij zoekt natuurlijk voor ons alle mooie pareltjes op het internet op. Alle donkere hoekjes en gaatjes bekijk je of je daar nog een leuk filmpje kan vinden. Ja. Wat heb je gevonden? Nou ja, het is superleuk dat, dat freerunnen. Maar niet iedereen kan het. En vooral dieren kunnen dat niet zo goed. Oh, ach, weer dieren. Klein beetje zielig is het. Ja, nou. En stel dat je toch heel graag wilt leren, dan moet je heel veel oefenen. Maar bij oefenen gaat er ook wel eens iets mis. Hoe gaan we, hoor? Oh, shit. Om de bal. Ja, soms zie je van die filmpjes dat je denkt, oh, dat spel dat moet ik echt hebben. Dat spel dat is voor mij. Ik heb een kleine verrassing voor de mensen die in de aftershow gaan zitten. Die kunnen het spel gewoon spelen. Dus geen zorg, we gaan het niet hier allemaal kliederen met slagroom. Ik zeg Rick tegen mij. We kunnen niet op toernooi dingetje doen, zo dan iedereen tegen elkaar. Nee, niet hier in de show, dat lijkt niet zo'n goed idee. Oké, okay, zometeen. Ja, na de uitzending in de aftershow, dan gaan we dit lekker spelen. Okay. Dankjewel, Abigail. Hey. Natuurlijk hebben we ook weer Levi, die hier ergens rond... Ik heb hem nog niet gezien, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij er wel moet zijn, maar... Oei, oei, oei. Ja, heerlijk. Dankjewel. Dankjewel. Stukje gerend. Sorry, ja. Ik ben aan het trainen voor de marathon. Ik dacht, ik kan nog wel even een rondje. Maar ik ben er. Oh joh, nee, of niet. Of niet. Dat is niet nodig. Oh, zo, maar dat moet ik wel zeggen. Dat is lekker, joh, dat rennen even. Hoi, voel je gelijk een stuk fit. Voel je gelijk een stuk fitter ook. En ook een stuk gezonder. Oh, wacht even. Achtervoor. Oh. Ik heb net even 2 banaantjes opgegeten. Kom je naar boven. Oké. Okay. Het gaat wel. Nee, het is goed. Nee, maar 10 kilometer in 46 minuten, dat vind ik toch wel... Oh nee, oké, doe maar. En allemaal op eigen kracht, hè. Oh. Verfrissend, Levi. Ja. Ja, zo, dankjewel. Ja, ja, ik moet zeggen, ik kan soms een beetje eigenwijs zijn, hè. Dan heb ik een doel voor ogen en dan ga je helemaal tot het uiterste. En dan lig je daarna 3 dagen plat op je bed met spierpijn. Nee. En dat gezond eten allemaal gedoe, lukt me ook niet altijd even goed, nee. Ja, en dat is natuurlijk niet alleen, met hardlopen. Ik bedoel, er komen allemaal dingen bij kijken bij dat hardlopen, maar bij die sporters hier aan tafel ook.
komt zelfs ook nog een soort gevaar bij kijken dat je moet overwinnen. Al die dingen die erbij komen kijken, joh. Ja, soms heb je misschien gewoon mensen nodig, hè, die je een beetje helpen. Ja, je hebt gewoon mensen om je heen nodig. Ik bedoel, en in de topsport heb je dan een coach. Hè, die je helpt met trainen. Hebben jullie ook, denk ik, hebben jullie nodig. En ja, dat is natuurlijk handig, maar dat is niet alleen in de sport. Hè? Dat is eigenlijk met alles wat je wil bereiken. Of je nou topsporter wil worden, of chirurg, of acteur. Dat zou ik wel leuk vinden. Of timmerman, wat dan ook. Je hebt een opleiding nodig, training, docenten die je helpen. Maar ook bij andere dingen waar je tegenaan loopt in het leven heb je soms hulp nodig. Ik bedoel, vaak kan je dan naar vrienden of familie als je in een moeilijke situatie zit of zo. Denk aan problemen thuis, ruzie, moeite op school. Iets met liefde, daar kan ik soms ook nog wel wat hulp bij gebruiken. Maar goed, en omgaan met geld, of wat je überhaupt later wil worden, als je dat nog niet weet, heb je soms hulp bij nodig. Maar ook als er iets mislukt of als je ergens bang voor bent. Ik bijvoorbeeld, ik ben wel eens bang voor wat mensen van me vinden. Ja, wat doe ik hier dan, zou je afvragen. Of ja, dat ik bang ben dat mensen denken dat ik niet eerlijk met ze omga, of dat ik vooroordeel, of dat ik niet goed luister. Dat soort dingen. En ja, iedereen maakt wel eens fouten. Iedereen is ergens bang voor. Iedereen faalt wel eens. En dat is helemaal niet erg. En gelukkig kan ik dan terecht bij mijn familie of vrienden. En persoonlijk ben ik ook gelovig. Dus ik kan mijn angsten, mijn vragen, mijn verdriet neerleggen bij God, bijvoorbeeld. Je zou God dus een soort van mijn coach kunnen noemen. Hè? Nou, kortom, bij alles wat je wil bereiken en alles wat je doet, loop je wel eens tegen dingen aan die je niet alleen zou kunnen. En dat is helemaal niet erg, dat heeft iedereen. Maar dan is de vraag, bij wie kan je dan terecht? Hè? Wie kan jou helpen? En wie is jouw coach? En als laatste, jullie hebben ze vanavond al diverse keren gehoord, maar nu even vol in de spotlight. We kennen Manatee al van de eerste uitzending waar ze hun nummer Rely on Lies hebben gespeeld. En vanavond spelen ze hun laatste single. Geef ze een grandioos applaus, hier is Manatee. Colored by reveille and the color.
ja, heel mooi. Wil je meer van Manatee zien? Ga dan naar manatee.nl. Manatee.nl. Ah, gewoon manatee.nl, maar ik wil het twee keer zeggen, zodat je er echt naartoe gaat. Dit was het voor vanavond. De camera's gaan uit, maar de aftershow die gaat door met een optreden van ATG, Remco Harms, Manatee, Meets & Greets en natuurlijk heel veel gezelligheid in Experience Café. Wil je de aftershow volgende keer een weekje bijwonen? Kom dan naar de studio als publiek. 20 juni zijn we er weer met een nieuwe liveshow, nieuwe gasten. Zorg dat je erbij bent en geef je op via xptv.nl. Dank jullie wel. Thanks. Thanks, man.